13 december 2008, Emmo en Bracco. Ze gaan Zuidoost op de map zetten, je weet toch. En het mooie is, het is goede shit. Het is knowledge shit. Het gaat niet om billen, het gaat niet om auto's, het gaat niet om doekoe. Het gaat om de kennis die je hebt en die wil je overdragen, je weet toch. Dit is voor hip-hop, black, white, gold, white, red, white, no, white, black, white, project. Dit is voor hip-hop. Die mannen brengen shit van vroeger in een nieuw jasje, op een of andere manier. En het is niet omdat mensen dat zogenaamd willen horen. Het is gewoon dat die mannen dat gewoon doen. Positief, je weet toch. Ze brengen niet zomaar domme lyrics. Het is gewoon, ze brengen conscious shit, weet je. En ik vind het dope dat die mannen gewoon in de finale staan. En ik heb een goed gevoel erover, dus mogen die mannen met Gods wil winnen. Belmen neemt sowieso volgend jaar volgens mij over, want we hebben alleen maar goeds voor de komende jaren. Alleen maar dope MC's en Emmo en Bracco zijn gewoon het begin van heel veel moois. Hi, dames en heren, het grote moment is aangebroken. Het is spannend, het is spannend. Je loopt er al weg met die grote fucking prijs. Geef het op! Lichtman! Lichtman! Geef het op! Hier staan we dan. Ja, ik weet niet wat ik kan zeggen. Het moet allemaal nog een beetje doordringen. Het zal morgen wel gebeuren allemaal. Ik denk dat het nog wat langer zal duren om het totdat het echt tot ons is doorgedrongen. Maar het komt wel goed. Emmo en Bracco, dit beloof wat voor 2009. En een pros voor ondergrond tegen. En verder, jongen. Gewoon de ontwikkelingen gevolgd en dit is het resultaat, man. Yes, yes. Hij is in Amsterdam. Maar met name Zuidoost. Mijn dankbetuigingen gaan naar het publiek. Want zonder hun hadden we het niet gered. Niet in de halve finale. En ook niet in de finale. Dus dit is de prijs is gewoon voor het publiek, man. Even serieus, man. Soso lobby. Soso lobby. Dit is voor hip-hop.